Toen ik in 99 won, ging er heel veel door me heen, omdat ik een heel goed voorjaar had gehad, maar nog geen grote klassieker had gewonnen. En ja, ik klopte Armstrong met zo'n stukje. Ik vloog gelijk mijn vader in de armen die na de finish stond, dus dat was een heel emotioneel moment voor mij. Ik ben Michael Bogert, ex-prof wielrenner, winnaar van de Amst Gold Race in 1999. En momenteel parkdirecteur van de Droomzomer. Parkdirecteur van de Droomzomer houdt in dat ik hier een week lang aanwezig ben. Wielerclinics geef, inspiratiesessies doe en de Vuelta van live commentaar voorzien met voor- en nabeschouwingen. Voor mij is de Amstel Gold Race de mooiste koers van Nederland. Misschien wel een van de mooiste koersen internationaal. Het is een zware klassieker. Ik kijk daar met heel veel liefde op terug. Ik rij hem ieder jaar nog graag, de toertocht. Ik zal nog wel een aantal tips willen meegeven aan alle deelnemers van de tourversies. Zorg dat je ten eerste de veiligheid in acht neemt, dus dat je voorzichtig daalt vooral. Goed eet, dat is belangrijk, want het is een lange en zware tocht met veel beklimmingen. En dat je vooral geniet, dat is het belangrijkste, dat je de omgeving een beetje in je opneemt en geniet van de dag. De Amstel Gold Race tourversie mag eindelijk weer verreden worden. Ik wil iedereen heel veel succes en plezier wensen en wellicht zien we elkaar daar.